Hallo, dit is in weer. Ik wilde even een kleine adviesje geven. Heel veel mensen hebben altijd liefdesverdriet omdat ze een, een korte relatie hadden met iemand. En dan blijkt dat, die, dat het helemaal niet goed loopt. En dat, die, en dat die persoon die wil niet meer. En dan houle houlen, 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 houle hele dag, hele dag janken. Onder de dekbed kruipen en. En, 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 en janken, janken, janken. En dat is zo zonde hè? Van, die, van, van je tijd, zonde van je energie. En als daar een deur dicht gaat, gaat daar weer een deur open. Maar in het begin zie je dat niet. Maar probeer niet te, niet te lang in, in die liefdesverdriet te blijven hangen. Want het gaat allemaal uiteindelijk wel goed komen. Ja, stoppen! Stoppen! Niet, niet janken, 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 huilen, grijnen, grijnen, wenen. He? Gielen, gielen, hysterisch lopen, rollen over de vloer, van verdriet, gebroken hart, al dat soort dingen. Nee, je wordt er alleen maar sterker van en je krijgt langere voelspritten. Is heel goed, in de toekomst weet je beter wat je wil, wat je niet wil. Daarom, altijd moet je, als je in een negatieve situatie zit, dan of je maakt iets negatiefs mee, ook daar kan je weer positieve dingen uithalen. Maar in het begin is het heel moeilijk voor jou om te zien. Maar niet in elkaar storten als een kartenhuis. Stoppen! Stoppen! Schouders recht, kin omhoog en kijken. Kijken wat er nog voor mooie dingen zijn voor jou in jouw leven. Snap je? Dat was die advies van een zinger. Oké, okay, doei!